Zo zorg je voor de perfecte wedding speech. Mag je binnenkort spreken op een huwelijk? Top! Want het is een hele grote eer, maar het is vooral heel erg leuk om te doen. En met de volgende drie tips gaat het zeker goed komen. Tip 1. Zorg voor een rode draad. In een brainstorm, die best een paar dagen mag duren, kun je verhalen, anekdotes over het bruidspaar verzamelen. Je kunt zelf een paar mensen interviewen om het bruidspaar heen. Vervolgens moet je het allemaal ordenen binnen een rode draad. Die rode draad zorgt ervoor dat het publiek de aandacht kan vasthouden... en jij als kapstok kunt gebruiken. Die rode draad daar kun je mee openen, daar kun je mee afsluiten... maar je kunt hem ook een paar keer in je verhaal noemen. En daardoor wordt het een goed lopend verhaal. Tip 2. Maak het een persoonlijk verhaal voor het bruidspaar. Je bent zelf gevraagd door het bruidspaar waarschijnlijk om iets te vertellen. En dat betekent dat ze ook heel veel waarde hechten aan jouw blik op het bruidspaar. Wat weet jij nog? Dus alle verhalen die jou te binnen schieten en persoonlijk zijn, die zijn goed. En je hoeft niet het hele levensverhaal te vertellen. En de meeste bruidsparen zitten niet op een ABC van 45 minuten te wachten. Maar let op: een persoonlijk verhaal is goed, maar het gaat wel over het bruidspaar. Het is geen persoonlijke pitch van jou of jouw persoonlijke anekdotes te delen. Dus Let op, maak het persoonlijk over het bruidspaar. En tip 3. Zorg dat je de speech uit je hoofd kunt. Oefen een paar keer. Oefen in de auto, oefen voor de spiegel, oefen in de badkamer. Het werkt echt. En je zult merken dat je dan de toespraak kunt dromen. En dat is eigenlijk de beste manier om tijdens het huwelijk jouw verzinsels ten horen te brengen. En het bijkomende voordeel is ook dat al te heftige emoties na 40 keer oefenen al een beetje zijn weggehept. En oh ja, het is een huwelijk. Dus al te pikante details en anekdotes horen thuis op een vrijgezellen en niet op een smaakvol huwelijk. Succes!